Oké, we vervolgen met temperatuurbepaling in kernfusiereactor. Dat is het vierde reeks van opgave in het VWO-examen natuurkunde van 2024, eerste tijdvak. Eerst maar lezen. In een kernfusiereactor is het mogelijk om twee lichtatoomkernen te laten fuseren tot één zwaardere atoomkern. Hierbij komt veel energie vrij, deuterium H2. En een tweede atoomkern kan gefuseerd worden tot een helium-4-kern en een neutron. Geeft de reactie welke van de reactie? Nou, neem natuurlijk vooral terwijl 25A nodig, want je weet, een deuterium, dat is waterstof. Hij heeft dus twee kerndeeltjes, waarvan één proton, vandaar 2-1. En een heliumkern komt eruit, helium 4, heeft twee, kun je in 25A kun je zien dat hij twee protonen heeft, dus 4-2 helium en een neutron, 1-0 neutron. Want het is wel een kerndeeltje, maar geen proton, dus vandaar 1-0. Nou, wat blijft er dan nog? We moeten hier nog aangetoond worden dat het 3-1H is. Nou, hoe doe je dat? 4 plus 1 is 5 kerndeeltjes, hier heb je de 2, moeten dit de 3 zijn. 2 plus 0 kerndeeltjes is 2, hier heb je de 1, moet dit er 1 zijn. Dus het is waterstof, 3-1 waterstof. Zo werkt dat. Zo, hieronder staat dan de puntenverdeling, die kun je zelf lezen. In een kernfusiereactor is de temperatuur zo hoog dat de elektronen loskomen van de atoomkernen. Samen met de ontstane ionen vormen ze een mengsel dat plasma wordt genoemd. Ondanks de hoge temperatuur van het plasma is volgens de klassieke natuurkunde erg onwaarschijnlijk dat de kernen fuseren. Met een kwantumfysisch model kan verklaard worden waarom het optreden van kernfusie in werkelijkheid veel waarschijnlijker is. In het kwantumfysische model bekijken we de deuteriumkern die naar een andere kern toe beweegt. In figuur 1 is schematisch de potentiële energie een pot van de deuteriumkern als functie van de afstand x tussen de twee kernen weergegeven. Dus je ziet die afstand is x, de potentiële energie is hier heel hoog. En neemt langzaam af als de afstand afneemt, toeneemt. En x is dan afstand tussen de twee kernen. Met de stippenlijn zijn vier verschillende mogelijke waarden aangegeven van de energie die in de deuteriumkern. 1 tot en met 4. Oké, voer dan de volgende opleiding. Leg uit welke energie je 1, 2, 3 en of 4 de kernen volgens de klassieke natuurkunde kunnen fuseren. Nou, dat betekent dus, de energie van dat kerndeeltje moet die potentiële energie overwinnen. Nou, bij deze energie kom je niet over die berg heen, kun je zien. Als je hier bij E3 zit, dan kom je bijna bij toffe berg, maar nog net niet helemaal, maar bij E2 en bij 1, dan heeft het kerndeeltje voldoende energie om die potentiële energiebarrière te slechten, zeg maar. Dus bij 1 en bij 2. Maar bij 3 en 4 niet, dus. Geef aan waarom volgens de kwantumfysica een fusie ook kan optreden bij andere energieën, dus bij lagere energieën. Dat komt door het kwantummechanisch tunneleffect. Ja. Nou, hier zie je de puntenverdeling. De eerste twee punten zijn voor de eerste en die ene is voor het laatste. Dus een beetje kwantummechanisch tunneleffect. Ja. Oh, bij de vorige vraag werd nog een extra toevoeging gedaan door de examencommissie dat je hier een gammafoto mag toevoegen aan de rechterkant bij de reactie. Maar geen andere deeltjes natuurlijk. Mocht je toch andere deeltjes toevoegen, dan kun je misschien nog twee punten halen, maar nooit alle drie. Dat is wat hier staat. Binnenkant van de kernfusiereactor is figuur 2. Je ziet hem, want hier heb je plasma en hier heb je de divertor. Wanneer de reactor aanstaat, zal hij volledig gevuld zijn met plasma. De atoomkernen in het plasma mogen niet botsen met de wanden van de reactor, omdat de wand daardoor te veel beschadigd raakt. Met behulp van magneetvelden worden deze geladen deeltjes van de wand weggehouden. Hierbij wordt een helium-4-kern na een soort afvoergoot onder in de reacteur deflator geleid, terwijl de andere atoomkernen in de reactor blijven. Dus die H4-kernen die worden eruit gehaald. Zeg maar. De neutronen die tijdens de kernfusie vrijkomen botsen wel met de wand. De energie die hierbij in de wand vrijkomt wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken. Oké. Elk elektroon aan het oppervlak van de wand wordt gemiddeld eenmaal per 100 seconden, 10 tot de tweede, geraakt door een neutron. De omdiameter van de gebruikte wandmateriaal heeft de orde van 10 tot de tweede picometer. Kun je opzoeken wat het is, dat is 10 tot de min 12e. Dat is tabel 2 volgens mij uit de binas. Nou, dat staat hier ook, zie je. En het oppervlak van de wand heeft een orde grootte van 10 tot de derde vierkante meter. Bereken de orde van het aantal neutronen dat per seconde de wand raakt. Nou, dat staat hier helemaal netjes uitgeschreven. Je moet eerst bepalen hoe groot dan de oppervlakte van een atoom is in vierkante meter. Nou, dat is 10 tot de tweede picometer. Dat is dus 10 tot de tweede, maar 10 tot de min 12e. Of zo 10 tot de min 10e wordt het dan. Ja. Goed, en 1 gedeeld door die waarde.
is dan 10 tot de 20ste. En waarom is dat zo? Nou, dat is zo omdat 10 tot de tweede maal 10 tot de min 12 in het kwadraat staat. En waarom is dat zo? Dat is omdat dit in feite de diameter is. En de oppervlakte van een atoom is zeg maar de diameter maar de diameter, hè, als je een vierkant voorstelt. Dus 1 gedeeld door het oppervlakte van een atoom is dan het aantal atomen, 10 tot de 20ste. Ja? Hier staat ook inzicht dat het oppervlak van een atoom evenredig is met het kwadraat van de diameter. Oké. Dan gaan we verder. De oppervlakte van de wand is 10 tot de derde vierkante meter. Oké. En het aantal atomen per vierkante meter is 10 tot de 20ste. Dus voor de hele wand is dat een 10 tot de 20ste van 10 tot de derde. En wordt maar 1 keer geraakt per 100 seconden. Dus als je delen door 100 seconden, dan krijg je dus 10 tot de 20ste van 10 tot de derde aantal atomen gedeeld door 10 tot de 2 seconden voor dat die geraakt wordt, zeg maar, 1 per 100 seconden. Dat is dan 10 tot de 21ste. Per seconde. Ja. Zou je het ook hertz kunnen noemen trouwens? Frequentie is dat dan. Oké, en dat is dan uiteindelijk de uitkomst. Geen makkelijke vraag vind ik. Maar goed. Om de effectiviteit van het inspuiten van gassen te onderzoeken, moet de temperatuur in de diverter bepaald kunnen worden. Onderzoekers uiteindelijk doen dit door te kijken naar het licht dat uitgezonden wordt door de gassen die aanwezig zijn in de diverter. Een van de aanwezige gassen is atomair waterstof. Individu 3 zie je het energieniveau van waterstof. Nou, het is de grondenergie. Eerst aangeslagen toestand, tweede aangeslagen toestand, derde aangeslagen toestand enzovoort. En is uiteindelijk is het duidelijk dat hij geioniseerd wordt. Hier zie je allerlei overgangen. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon en zeta is dat volgens mij. Als je dat niet zeker weet, kun je altijd even in tabel 1 kijken voor je Griekse letters. Ja, zeta. Nou, wanneer een waterstand terugvalt van een hoger aangeslagen toestand naar de eerste aangeslagen, zendt het zichtbaar licht uit. Deze overgangen zijn aangegeven in figuur 3 met H, alpha, H, beta enzovoort. Die heb ik net laten zien. De bijbehorende spectraallijn heet de Balmerlijn. Bij het onderzoek in Eindhoven wordt het licht van de overgangen van H gamma tot en met H zeta waargenomen. Dus deze laatste vier. Bepaal met hulp van figuur 3 in de berekening de minimale golflengte die in het onderzoek waargenomen wordt. Nou, hier zie je dat staan. De energie is bij minimale golflengte hoort de maximale frequentie, dus ook een maximale energiesprong. En kijken, ja, dat zoeken we. Dus we moeten bij de minimale golflengte is maximale energiesprong, dus dat is dan de grootste van het stel. Ja. En dat is dus de overgang van 8 hier, want dit is 5, 6, 7, 8 naar 2. Bij H, Z is dat, de meest rechts. Nou, de bijbehorende energie kun je uitrekenen met de bekende formule. Hè? Deze is dat. Energie is min 30 per elektronvolt gedeeld door de n in het kwadraat. En dat zijn 2 en 8. Dus je moet de berekening 2 keer doen. Je ziet dat gebeuren. Hè? De energiesprong is het verschil tussen de twee energieniveaus. Is 13,6 gedeeld door 8 in het kwadraat. Dat is deze. Min 13,6 gedeeld door 2 in het kwadraat. Dat is die. Dus 3,188 elektronvolt. Ja. Dan moet je dan de golflengte bijrekenen. Dat doe je met de formule deze, E is H mal C gedeeld door lambda. Omgeschreven, lambda is H mal C gedeeld door E. H is een constante. Die vind je tabel 7a. 6,626 van 10 tot min 34. Dus C is ook een constante. Dus het lichtsnelheid is 2,99 van 10 tot de 8e. En de energie is 3,188 elektrovolt. Maar dan moet je omrekenen naar joule. Dat doe je met deze factor. Omrekenfactor die vind je in tabel 5 bij elektronvolt. 1,602 van 10 tot de min 19e. Dit moet je trouwens wel even tussen haakjes zetten als je die rekenmachine stopt. Wat hieronder staat. En dan komt eruit 3,89 van 10 tot de min 7e meter. Oftewel 3,89 nanometer. Nou, je ziet de puntenverdeling zoals je ziet. De verhouding tussen de intensiteiten van de verschillende balmerlijnen blijkt afhankelijk te zijn van de temperatuur in de diverter. Figuur 4 is een aantal van deze verhoudingen. Dat betekent als functie van de temperatuur. Hier heb je H delta gedeeld door H gamma. H epsilon gedeeld door H gamma. Zeta, sorry, is dit. Dit is ook. Delta gedeeld door zeta. Epsilon gedeeld door zeta. En. Het is niet of het gamma, het is moeilijk te zien. Ga even op papier kijken. Nee, het is gamma.
Dus H delta gedeeld door H gamma, H epsilon gedeeld door H gamma en H zeta gedeeld door H gamma. Juist. De onderzoekers hebben het spectrum van de bomenlijn bepaald bij een bepaalde temperatuur in de diffeutor. Figuur 5 zie je een deel van het uitgeschilderde spectrum bij deze temperatuur. Hier heb je, hier is het hier, alpha en beta, hier H. Nee, dit is zeta. Moet ik te zien zeg. H epsilon, H delta en H gamma. Het papier is dan wat groter, kun je dat beter zien. 19 bepalen met figuur 4 en 5 de temperatuur die volgt uit het spectrum. En doe dat in twee significante cijfers. Nou, hier staat het uitgegeven. De verhouding tussen de intensiteit van twee lijnen kun je aflezen. Bijvoorbeeld, we gaan hier uit van H delta en H gamma. Dat is deze. H delta en H gamma. Je zou ook een van de andere twee kunnen nemen hoor. En als je die hier bekijkt, wat hun verhouding is, dan is H gamma die is iets van 13,8. Zie je wel? En H delta die is iets hier van 4,5. Als je dat op elkaar uit 4,5 van 13,8 is 0,33. En dat, als je die dan hier opzoekt, 0,33, dat is hier, zo. En ik zoek dan de temperatuur erbij, zo, dan ga ik hier naar beneden. Dan vind ik de temperatuur, die kan ik hier dan aflezen. Die is ongeveer 3,3 met 10 tot de derde Kelvin. Dat kun je dus met deze en met die doen, en dan met deze lijn. Maar je kan het bijvoorbeeld ook met A epsilon en H gamma doen, dus dat is deze en die. En dan aflezen op deze lijn, en eventueel ook met H zeta. En H gamma, dus deze en die, en dan aflezen op deze lijn. Als goed komt dat allemaal hetzelfde uit. Ik had één student die deed dat en die kwam drie keer hetzelfde uit. Namelijk 3,3 tot de derde Kelvin. Wel even opletten op de significantie. Even kijken, twee significante cijfers. Nou, dat zie je goed. Let er altijd even goed op, want als je dat niet doet, dan krijg je dat laatste punt dus niet. Oké, in het laatste filmpje in deze serie gaan we naar echografie.